Hallo lieve maagd, welkom bij jullie jaarprognose voor 2024. Dit is dus een voorspellende reading, maar het kan ook zeker zijn als je deze video ziet dat er stukken in voorkomen waar je op dit moment in zit of recentelijk in hebt gezeten. Dit komt omdat het natuurlijk collectieve berichten zijn en niet op ieder individu afgestemd is. Dus neem echt het stukje wat voor jou van toepassing is. Het kan ook helpend zijn om even bij je maanteken, venusteken of ascendant te kijken. Mocht je hier nog niet bekend mee zijn, dat zijn elementen wat voorkomt in je geboortehoroscoop. En door dit uit te rekenen, zul je ook merken dat er bepaalde synchroniciteit met jouw eigen leven naar voren zal gaan komen. Ik zal beneden in de berichtenbox een linkje zetten hoe je dit uit kunt rekenen, zodat mocht je daar behoefte aan hebben, ook eventueel naar de video's kunt kijken wat in die teken staat. Verder zeg ik ook altijd, blijf intuïtief voelen naar welke video je getrokken wordt, want dan zal het in alle tijden ook een boodschap voor je inzitten. Ook is het altijd mogelijk om eventueel een persoonlijke reading aan te vragen, wat alleen afgestemd is op jouw energie. Dat zijn ook uitgebreide readingen die ik verzorg, waarbij je een vraag of onderwerp door kunt geven. En er zijn ook mogelijkheden tot meerdere vragen of onderwerpen. Ik zal beneden ook dat in de berichtenbox een linkje van zetten om naar mijn website te gaan om te kijken wat ik voor jou eventueel zou kunnen betekenen, mocht je daar behoefte aan hebben. Verder ga ik zo meteen per kwartaal dus kijken wat er voor 2024 in het energetisch veld voelbaar is voor jullie lieve maagd. Ik zal beginnen met orakelkaarten shuffelen. Of schudden en vervolgens ga ik per kwartaal de diepte in met de tarot. Verder zal ik een overal energiekaartje pakken wat als rode draad eigenlijk voor 2024 naar voren zal komen voor jullie. Ook heb ik tea leaves hier liggen, dat zijn orakelkaarten in een ronde vorm, een behoorlijk groot aantal. En deze heb ik opgesplitst en geshuffeld in twee stapeltjes. En die zal ik per stapeltje ook een aantal kaarten trekken per kwartaal. Maar we gaan gewoon lekker beginnen. We gaan gewoon kijken wat er naar voren mag komen voor jullie. Jullie zijn een van de laatste readingen die ik opneem voor de jaarprognoses. De rest heb ik de afgelopen anderhalve week mondjesmaat elke keer op kunnen nemen. Omdat het best wel lange readingen zijn. Kost dat gewoon wat meer tijd en energie. En naast het gewone gezinsleven is dat soms af en toe lastig in te plannen. Maar ik ben zo ontzettend blij dat ik dit voor jullie mag doen en kan doen. En vandaar ook dat ik hier met veel liefde dit doe voor jullie. Zoals je ziet leg ik de kaarten even dicht. Dit is puur omdat ik de energie dadelijk pas wil ervaren om in te tappen. Als je mijn kanalen langer volgt, dan weet je dat ik eigenlijk de boodschappen altijd channel. En soms dan blijf ik ratelen. Dan zijn het gewoon allemaal gechannelde boodschappen. Er kunnen ook natuurlijk eigen ervaringen meespelen. Of gevoelens wat ik doorkrijg wat via jullie naar mij komt, als je snapt wat ik bedoel. Want ik ben echt een doorgeefluik. Het is ook heel vaak als ik zeg maar hier van mijn plek af ga, dat ik daarna niet meer kan zeggen wat ik heb gechanneld, omdat ik op dat moment dan weer uittap van de energie en het eigenlijk ook weer probeer los te laten. Eigenlijk altijd loslaat. Soms een enkele keer heb ik daar wat salie of wat dan ook voor nodig, als het wat intensere readingen zijn. Maar over het algemeen krijg ik dus heel veel elementen door. Maar het voelt voor mij ook dat jullie daar ook veel meer mogelijkheden in hebben. In bepaalde het doorkrijgen van boodschappen. We hebben hier spookbeelden. Dat ziet er een beetje misschien wel luguber uit. In de zin van spannend en beangstigend. Maar het voelt voor mij juist dat, het is juist zo de tijd dat jullie oude elementen loslaten. Dat jullie in je kracht blijven staan. Want het voelt voor mij dat je echt wel al een heel stuk hebt doorlopen. Als we kijken zien we, ik weet niet of jullie het op scherm goed kunnen zien, een trap naar boven. En je kunt links of rechtsom door het donkere portaal. En het klinkt donker portaal. Je maakt het intenser als dat het is, want het voelt voor mij niet als een zwaartekaart. Vooral omdat het toch heel veel licht is. Het is eigenlijk hetzelfde als vroeger. Als jij negatief had, zwart-wit negatief, dan zag je ook wat donker is op de foto.
in het negatief licht. En dat is eigenlijk wat er hier ook gebeurt. Maar dat zorgt er ook voor dat het op dit moment dus niet zo zwart-wit gezien hoeft te worden voor jullie als wat je misschien nu nog doet. En dat kan te maken hebben met het stukje tastbaarheid, dat het spirituele nog niet helemaal tastbaar is. En spiritueel is normaal, ja, het is energie. Dus hoe kun je het tastbaar maken, vraag je je eigen af. Door het stukje vertrouwen erin te hebben en je hoofdgedachten uit te schakelen, angst uit te schakelen. En niet uitschakelen in de zin van, het is er niet meer. Nee, ja, als er een pijnstuk is, zeker wel aan gaan kijken. Want dat zorgt er juist voor dat je het overzicht gaat zien. Maar alhoewel je nu dus zeg maar in die negatief stand staat. Wat ik zeg, met van het vroege, het fotorolletje. Als deze afgedrukt zou zijn in de positieve zin, op fotopapier, dan zou dit een wit vlak zijn. En dan ga jij dus naar licht toe, door de gate in het licht. En dat voel ik dus heel sterk hier bij jullie geactiveerd. Dus dat is al een hele mooie boodschap wat naar jullie toe gekomen is. Voor de overal energie. Mocht je zoiets hebben van, ik wil die intro overslaan met al die kaartjes shuffelen. Ik heb ook in de berichtenbox een timestamp staan. Dus dan klik lekker gewoon op het eerste kwartaal. Dan krijg je vanuit alleen dat stuk de rest door. Zo kun je natuurlijk ook op latere momenten de video nog een keer terugkijken. En vooral als jij het op het moment dat ik het opneem in november 2023 al onder je ogen krijgt. Of in 2023. Dan is het altijd een heel mooi stukje. Om het bijvoorbeeld over een half jaar of na elk kwartaal toch nog even dat stukje weer te evalueren. Van heb ik alles ervaren zoals het voorspeld was. Of in ieder geval wat in de energetisch veld naar voren kwam. Heb ik dingen over het hoofd gezien. Of je krijgt aha momentjes. Of puzzelstukjes waar je dan bij denkt van oké, waar je nu nog niks mee kunt. Dat op dat moment dan in één keer van oh ja nee, nou snap ik het. Nu valt het kwartje. Zo'n elementen kunnen er allemaal meespelen. Tot op de dag van vandaag kijken er nog steeds mensen de jaarprognoses van vorig jaar en dat jaar ervoor terug. Dus er zijn altijd energieboodschappen die daarom ook niet tijdgebonden zijn. Ik neem ze wel op met het tijdsbestek 2024. Maar stel dat je deze video over 2 jaar pas onder ogen krijgt, dan zit er ook echt op dat moment een boodschap voor jou in. Ik moet even onder de tafel duiken, want er zijn wat kaarten gevallen. Ik hoop niet dat ik de camera nu... Ik merk... Even kijken hoor. Ik heb namelijk de telefoon aan de lader liggen en ik zag dat de kabel precies om mijn stoelpoot heen is gewikkeld. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je nog ergens aan verbonden bent waar je dacht van vrij te zijn gekomen. Maar dat het toch nog gaat blijken dat dat niet zo is. En dat valt samen met het stukje tweede kwartaal. Dus we gaan daar dadelijk nog even, als ik daar iets op door mag krijgen, gaan we daar dadelijk nog even op door. Nou, die vliegen dan met z'n tweeën uit. Kijk. We hebben het verleden, lack, suffering. Dus het is best wel een het loskomen van oude gedachten misschien, oude pijnstukken. Maar zoals ik al zei, ik heb het gevoel dat je het zelf zwaarder maakt dan dat het is. En nu heb je misschien gelijk zoiets in een bepaalde verdedigingsmechanisme. Ja, echt niet. Het is niet zwaarder als dat ik denk. Maar als jij ingezoomd bent op een situatie, dan zie je ook niet wat er mogelijk is rondom jou heen. En stel dat je in een situatie zit waarbij jij te maken hebt met meerdere partijen of een andere partij, dan is het nog zo dat er mogelijkheden zijn waarbij jij dus misschien iets anders vanuit emoties projecteert als ja, daadwerkelijk echt zo is. En dat is niet om jou gelijk aan te vallen, maar stel dat je je eigen aangevallen voelt, dan weet je ook dat daar dat pijnstuk nog echt aan gekoppeld zit. En dan is het toch de vraag van, wil je daar iets mee gaan doen, ja of nee? Want het zal je op een later moment ook weer kunnen gaan blokkeren. Nou, die komt goed. Deze neem ik even niet mee. Zoals ik al zei, ik pak hier even
wat kaarten uit zoals het eruit mag komen. Soms komen ze met grotere aantallen, soms maar één. Dan laten we dat ook gewoon lekker gebeuren. Moet je deze hier bij drie? Oké. Eerste stapeltje, eerste kwartaal. Zoals je hoort, mijn hond ligt onder het bureau. Dus ik hoop dat ik geen last van haar ga hebben tijdens de reading. Ze staat heel even op om te snuffelen. Normaal ligt ze altijd te slapen onder mijn bureau. Dus mocht ik er dadelijk wat last van krijgen, dan laat ik haar even naar beneden gaan. Maar we gaan eens gewoon even kijken wat er dus allemaal mogelijk is. Ik leg deze kaarten even aan de kant. En we gaan eens even kijken wat er allemaal naar voren mag komen. Kijk eens, dromenveld. Heel rustgevend element. Hè? Dus het kan zijn dat het dromen. Kijk, hier hebben we spookbeelden en hier hebben we dromenveld. Dus het is eigenlijk al gelijk het tegenovergestelde als waar jij op dit moment de projectie op hebt. Er zijn dus nog wat punten waar je op mag wachten. Wat nog niet aan de orde is om op dit moment in je leven te naar je toe te gaan halen. Veel vlinders. Dus het is echt vanuit die transformerende energie kan pas iets gaan stromen. En het eerste kwartaal is dat dus een belangrijk onderdeel. Dat je ook in gaat zien dat de wereld ook anders kan zijn. Dat het ook anders vormgegeven kan worden. En vooral we hebben de Frog Spirit. Die heb ik ook in een andere reading al gehad. Ik durf zo even niet te zeggen bij welk sterrenbeeld. Clear out the gutter. Dus maak die goot schoon. Het kanaal of wat je dan ook. Ik heb toen in die reading de vergelijkenis gegeven met als jij door het water loopt, dan wordt eigenlijk alles wat op de bodem ligt aangewakkerd om te gaan dwarrelen door het water heen, zodat het niet meer in het zicht is. En dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Je ziet door bepaalde elementen niet meer de werkelijkheid en hou je dus ergens anders op gefocust. Als jij even stil gaat staan en die focus dus even weer verlegt, dan gaat het water weer in de huidige situatie weer vormgeven. Dan zal het modder en de vuil in het water wat actief is, zal langzaam naar de bodem dwarrelen. En dan zul jij de helderheid krijgen waar het naartoe mag gaan. Kaart 28 is ook een kaart 10. Dus het is de laatste stukje van de cyclus waar jij in zit. We hebben Remember, Awakening. En dat is precies, kijk weer die cirkel hier en ook dat stuk licht. Eigenlijk precies zoals het hierin terugkomt. Hier hebben we natuurlijk ook een beetje die eivormige erin. Hè? Dus het is best wel een spirituele shift waar jij in het eerste kwartaal in komt te zitten. Kijk, hier hebben we ook Spiritual Path Awakening, Ascension. Dus het is echt, jouw bewustzijnsproces wordt geactiveerd. Ik leg deze iets omhoog, want ik kan anders daar de kaarten er niet onder kwijt. In het eerste kwartaal is het echt volledig gericht op jouw eigen bewustzijnsproces. Het ontdekken van jouw gedachten. Hoe jij misschien negatieve patronen vasthoudt. Zonder in de verdediging te gaan, zonder er direct op aan te slaan. Zal ik het zo zeggen? Net als dat een hond aan kan slaan op een deurbel of wat dan ook. Dat je gelijk aanslaat op een reactie of een trigger of wat dan ook. Dus blijf dan even gewoon pas op de plaats. Laat het even zakken. En kijk, dan is mijn reactie reëel als ik dit in ga zetten, ja of nee. Club. Someone will try to make you do something against your will. Beetje zo'n knuppel met al die pinnen erop. Hè? Dus het zal niet fijn zijn als je daardoor benaderd wordt. We hebben knot. Unsuccessful plans. En we hebben de ladder. Climbing towards success. Dus iets is niet een succesvol plan en het andere wel weer. Iets komt vast te zitten en het andere niet. En dat heeft er puur mee te maken.
Zet jij je plan in volgens jouw hoofd en gedachten? Of zet je je plan in volgens jouw gevoel? Want jouw gevoel is hetgeen waarmee jij te maken gaat krijgen tijdens jouw groeiproces in het stukje bewustzijn. En wil je daar anders in gaan staan? Of ga jij het verkeerde pad kiezen? Hè? Kies jij het verkeerde pad wat niet synchroon loopt met jouw unieke zelf? Of waar jouw unieke zelf naartoe aan het groeien is? Ja, dan kan het zijn dat er iemand op jouw pad gaat komen die even komt helpen om jouw inzichten te laten vergaren. Van oké, waarom is dit niet goed? Waarom word ik getriggerd? Waarom is iets niet succesvol? Dus er zijn elementen waarbij, maar dat kan dus in het aardse bestaan zijn, dat er iemand jou dan benadert. Maar het kan ook zeker zijn op spiritueel vlak dat je van die aha-momenten zult krijgen. Kijk, want het geeft toch daadwerkelijk wel aan dat je heel veel nog in je hoofd zit. Veel in je hoofd, veel in je denken. En dat is een belangrijk onderstuk dus, of onderdeel waar het eerste kwartaal mee te maken heeft. Het losbreken uit de situatie waar je nu nog steeds in vastzit. En het voelt voor mij dat het voor velen gewoon echt uitbreken is uit jouw eigen masker, je eigen projectie. Roze bril misschien op hebben, maar een leven creëren waarbij jij niet jouw eigen leven creëert, maar het pad bewandelt van een ander. En je hebt alle mogelijkheden om hieruit te komen, maar het is wel aan jou om die juiste stappen dan te zetten. Dat kan een ander niet voor jou doen. Een ander kan eventueel wel jouw inzichten geven en een hand aanbieden. Maar jij kunt dan ten alle tijde of de hand pakken en erin meegaan, maar ook ten alle tijde weer loslaten als jij daaraan toe bent. En we krijgen onderkant dek paasje van bekers. En dat staat ook wel voor een beetje illusie, hè? Welke illusie spiegel je je eigen voor? Wel op emotioneel vlak. Stel dat jij in een verbinding zit wat niet helemaal puur en zuiver is. Wat spiegel je eigen voor? Is het belangrijk dat je je eigen met genoegen minder laat eigenlijk connecten? Of mag jij naar rustige vaarwateren, mag jij op een hoger level gaan connecten? En dit kan op een romantisch vlak zijn, maar dat kan ook zeker op zakelijk vlak zijn. Vooral omdat we hier de ladder zien. Wat voor mij ook wel altijd wel voor het financiële stukje, het tastbare, het werkstukje staat. Deze komt er nog dwars uit. Dus er is nog wat tijd nodig om je eigen stabiliteit te ontdekken. En die eigen stabiliteit kan dus te maken hebben met op eigen benen staan. In welk aspect dan ook. Dus dat kan zijn op eigen benen staan qua woning, qua financiën. Maar dat kan ook zijn qua werk, dat je misschien op je eigen benen staat qua functie of qua eigen praktijk of eigen baas of eigen bedrijf, hoe je het dan ook vorm wil geven. Maar dat kan alleen komen als je trouw blijft aan jezelf. En dat kan niet komen als jij op een gegeven moment zoiets hebt van, eigenlijk hoor ik voor mijn gevoel naar rechts te gaan, maar mijn hoofd zegt maar weer links, dus ik volg mijn hoofd weer. Als jij dan je hoofd volgt, ja, dan krijg je toch wel weer die pijnstukken naar de oppervlakte. Ook zit er nog wat pijn voordat je daadwerkelijk in een stabiele fase gaat komen. Want alles heeft tijd nodig om te herstellen en helen. En als er een pijnstuk zit, of een angst, of een bepaalde conditionering, dan is het heel belangrijk om die aan te gaan kijken om verder in je kracht te kunnen komen. En dat is niet de fysieke kracht waar we het dan over hebben, hè? Maar echt de kracht in jouzelf om aan jezelf te willen werken. En ook de wil, de intentie. Er zijn nog wel wat aspecten wat dus geblokkeerd is. En je bent wel al, voor velen van jullie die in dit proces zitten, ben je wel al aan jezelf aan het werk. Maar je bent er nog echt helemaal niet volledig. En het ontwakeningsproces is echt een intens proces. Hè. Dat kan jaren en jaren duren. En soms maak je in één keer een shift van een paar maanden dat je denkt van wow, wat gebeurt er? Maar dan kan het ook zijn dat je daarna dan weer even terugknikkert omdat het te snel is gegaan. Omdat je bepaalde stappen over hebt geslagen. En het voelt voor mij
dat je nu op dit moment, voor velen van jullie waar dit mee kan resoneren, vastzit op werkvlak bij een bazin of een baas of werkgever of wat dan ook, waar jij totaal niet op de juiste plek zit. Waarbij jij echt niet op de juiste plek zit, maar je weet ook niet wat je dan zou willen. Maar door aan jezelf te werken, zal het vanzelf gaan komen. Maar dat is het stukje dat er zicht mag gaan komen op hetgeen wat er is. En dat is het zwart-wit denken. Hè? Er is nog een heel gebied tussen. Er zijn heel veel kleurtjes ook nog tussen. Hè? Dus je kunt veel meer bereiken als dat jij misschien denkt. En dat heeft ermee te maken dat sommigen een passie gaan volgen wat vanuit vroeger al in jou zat. Waar je misschien vroeger al van droomde om te kunnen gaan doen of te verwezenlijken. Misschien had je als kind een bepaalde een hero of zo. Hè? Of dat je ergens fan van was of zo. Voelt voor mij meer als iets wat toen onbereikbaar was. Omdat mensen om jou heen zeiden van ja, nou, dat is geen echte baan of dit is niks. En je moet gewoon centen verdienen en brood op de plank en bla 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 bla. Dus je hebt heel lang in het pad gelopen van een ander. Maar wat is jouw pad? En daar ga je zicht op krijgen. En dit komt omdat als zeg maar die bewolking wegtrekt en die helderheid naar voren gaat komen, dan zie jij ook waar jij vanuit liefde voor jezelf ook naartoe kunt gaan. En dan vooral liefde voor jezelf in de zin van ik ben het waard om deze stappen te zetten. Want als dat voor jou heel erg dicht bij jouw hartchakra gestimuleerd wordt, dan kun jij ook verder in jouw bewustzijnsproces gaan groeien. En zal die stabiliteit ook veel meer geactiveerd worden. Dan zul je ook merken dat bepaalde pijnstukken losgekoppeld kunnen worden, omdat er twee kelken nog hier rechtop staan. En dan kun je ook die kelk meenemen naar het volgend station. En ik zeg volgend station, vooral omdat we hier toch wel een beetje die elementen hebben van een treinstation, hè. Het voelt voor mij ook van, nou, het zijn elke keer perrons die jij bezoekt. Nou, dan doe je je voordeel uit, je haalt je les eruit, je verwerkt je pijnstuk. En je stapt weer in die trein en vervolgens ga je weer naar een volgend perron. Maar het is wel belangrijk dan ook echt los te kunnen komen van het stuk wat je al geleerd hebt. En alleen dan kun jij naar die vernieuwing. Want als je met de vier van bekers alleen maar je blijft focussen op de drie bekers die hier staan, terwijl er een nieuwe beker aangeboden wordt, ja, dan blijf je dus in een pijnstuk zitten. En dan weet je dus ook van oké, ik mag hier nog iets mee. En dat is echt het blijven vertrouwen in het niet tastbare van het spirituele. Dus dat is wel een belangrijk onderdeel waar jullie het eerste kwartaal heel erg mee te maken gaan krijgen. Om diepgang naar jezelf te creëren, kan alleen vorm worden gegeven als je dus ook je zwart-wit bril af gaat zetten. Nou, we hebben opvoeding. Zoals ik al zei, het kan met die conditioneringen te maken hebben. Dingen van vroeger. Maar we zien hier ook echt wel een soort magisch boek. Hè? Een soort sprookjesboek die ervoor zorgt dat er weer iets in jou aangewakkerd wordt wat weer het licht laat schijnen en eigenlijk jou daarnaartoe getrokken laat voelen. En dan kan het dus zijn dat bepaalde opvoedkundige elementen van je ouders of opvoeders of situaties van vroeger, eventueel docenten of ja, vroeger had je natuurlijk ook dat er veel kinderen uit huis naar school gingen. Die kwamen alleen in het weekend thuis. Dus ik weet niet in welk tijdlijntje jij zit. Maar het voelt voor mij dat er vroeger had je natuurlijk als kind de magie van al die sprookjesboeken, al die verhalen. Dat werd tot leven gebracht. En dat is eigenlijk wat nu ook gecreëerd mag worden voor jou. We zagen zojuist natuurlijk ook al de zes van bekers. Dat is ook wel echt wel een bepaalde nostalgische kaart, hè, van vroeger. Elementen weer naar boven halen. En dat kan dus de komende periode in het tweede kwartaal alleen maar verder geactiveerd worden. We hebben Skunk Spirit, Know Your Words.
Dus je bent het waard. En weet ook dat je het waard bent. Alleen heb jij het idee dat je misschien het niet mag ontvangen. Omdat je anders bent. Of je voelt je eigen anders. Maar niets is minder waard. Jij mag net zoveel ontvangen als dat jij volgens jouw unieke lijn kan dragen. Hè? En dat kan in de zin van het dragen in de positieve zin. Maar dat kan ook echt wel in het negatieve stukje zijn. Dus stel dat jouw ziel heel veel aan kan, dan krijg je soms ook heel veel shit over je heen. Omdat ze zoiets hebben van, hoe meer jij uitzuivert, hoe meer verlicht jij kunt raken in dit leven. En voor sommigen van jullie is het ook zo dat jullie meehelpen met de uitzuivering van het collectief veld. Dus alles wat er op dit moment speelt, zuiver jij mee uit. En dat kan door middel van je eigen licht te laten schijnen. Maar dat kan ook zeker zijn door bepaalde werkzaamheden die je in de nacht uitvoert als spiritueel wezen. Of ik zeg wezen, want het voelt voor mij dat je velen van jullie zelfs uit andere dimensies afkomstig zijn vanuit het eerste stuk. En daarna pas die aardse reïncarnaties hebt ondervonden. We hebben rebirth, de winterperiode. Iets zit toch nog vast in jou, een beetje bevroren in jouw zijn, in jouw element. En je mag daarin wat meer ontdooien, je mag daarmee een beetje de buitenwereld in gaan treden. We hebben magnetic, unexplainable, pull, can't resist. Dus eigenlijk dat energetische chemieveld, dat zorgt ervoor dat je op een gegeven moment naar een richting getrokken wordt. En dan kun je er niet meer onderuit. Net of dat je een duw in de rug krijgt. En dan zullen er heel veel dingen naar jou toe getrokken kunnen worden in de positieve zin. We hebben de bow. You are highly thought of. Dus er wordt aan jou gedacht. The dragon, beware of self-delusion. Dat is precies waar ik het zeg, hè. Die zelfinbeelding. Welke masker, welk roze brilletje, welke zwart-wit negatieve inzicht heb je. Dus pas hiervoor op. Je staat hierboven, je kunt hier uitbreken. Feeling tied down or frustrated. En we hebben de arrow. You are on the right path. Regarding some aspect of your life. Ja, sorry, mijn Engels is echt helemaal niet goed. Als ik het hoor, weet ik precies wat er gezegd wordt. Maar qua uitspraak hakkel en stakkel ik hier altijd over. Dus mijn excuses voor de mensen die daar moeite mee hebben. Maar helaas heeft niet iedereen een talenknobbel. En daarbij, ik krijg de boodschappen intuïtief ook door. Dus ik maak me eigen er zelf niet zo druk om. Het is al een stap voor mij alweer dat ik het zo op beeld probeer. En de rest komt lekker vanzelf en anders niet. Oh, nou, er vliegt weer een kaart. Nou, ik zou niet eens weten waar die naartoe is gegaan. Even kijken. Ik ben hem gewoon helemaal kwijt. Even kijken. Oh, hier ligt hij. Nou, moet ik ook nog flexibel zijn ook nog. Maar wel een hele mooie kaart. We krijgen de aas van staven in het tweede kwartaal. Dus daar gaat het vlammetje. Die hier, dus wat ik zei, hè, dat vlammetje van vroeger. Die nostalgische elementen, die gaan nu aangewakkerd worden. Jij gaat daardoor ook uit jouw hele situatie of cyclus kunnen breken. En daar heeft het stukje zelfsabotage mee te maken. Dat je daar balans in weet te vinden. Je ziet in van oké, ik heb misschien zelf ook dingen erger geprojecteerd als wat nodig is. En vooral omdat door jouw gedachten of emoties of gevoelens te voeden, kan iets ook alleen maar gaan groeien. Je kunt het dus ook ombuigen als iets. Dat is eigenlijk met die magnetisch veld. Hè? Als iets negatief is, dan kun je dat ook naar je toe trekken. Maar je kunt het ook omkeren. Als je alles wat positief is aandacht geeft, dan kun je het ook naar je toe trekken. En dan gaat er een einde komen aan een vastzittend patroon. Ik leg even de kaart zo neer. Want het is voor jou alleen als inzicht van oké, dit is dus aan de hand. Daar zit je dus nog middenin, hè? Als je deze video kijkt en het pad op de tijdlijn loopt synchroon.
Onderkant dek hebben we de zes van bekers weer. Dus echt wel dat nostalgische stukje. Iets vanuit jouw jeugd komt toch naar de oppervlakte. En je gaat succesvol zijn. Je gaat de strijd aan om eigenlijk te leren omgaan met wie ben ik. Hoe krijg ik bepaalde gedachtenpatronen doorbroken. Hoe kan ik in een positieve zin doorpakken. Je hebt zoveel mogelijkheden. Je zit al op het juiste pad. Alleen je zet je eigen soms vast. En dat kan ook met die frustratie te maken hebben. Hè? Dat stel dat jij op het juiste pad zit. Oké, er komt weer een trigger. Of er komt weer een moment van dat je denkt van, oh, toch niet weer. Ik heb zo aan mezelf gewerkt en dan gebeurt het weer. Hoe dan? Dat is om jou even weer wakker te schudden dat er eventueel nog een pijnstukje zit. Of om jou even bewust te maken van, oké, zie je? Oh, je valt weer even een stapje terug. Maar je hebt dit al een hele lijn doorgrond. Het is achter je gelaten. Pijnstuk heb je losgelaten. Oké. Je leert er weer wat van. En dat is hetzelfde als een kind moet leren fietsen, vallen en opstaan. Zal dit bewustzijnsproces voor jou ook vallen en opstaan zijn. Kijk eens. De 10 van munten en de koning van staven. Voor sommigen kan het zijn dat er een hele nieuwe stabiliteit gaat komen. Wat ik al zei, hè, er kan geswitcht worden van baan. Maar er kan ook een mogelijkheid komen dat er een warm, liefdevol persoon jouw kant uit gaat komen. Eentje met passie, vurige energie, stabiliteit. Maar dat kan pas als jouw hart zeer geheeld is. En dan pas kan er eventueel dus romantisch iets binnenkomen. Zal niet met iedereen resoneren, want er zijn natuurlijk ook mensen die in een relatie zitten die gezond is, die fijn is. Dan kan dit te maken hebben dat er een soort hernieuwing voelbaar is in de energie tussen jou en je partner. Waarbij je dan echt zoiets hebt van wauw, dat ik dit nog mag ervaren. Maar dat komt omdat je het dan vanuit een vele fijnere energiebron kunt bekijken. Want overal waar pijn nog voor zit, laat ook niet zien wat daarna mogelijk is. Want als jij jouw hart hebt en er is een pijnstuk en je kunt het zien, de pijn is een donker stuk. En het is juist belangrijk om die te transmitteren, dat het licht wordt. En transmitteren is eigenlijk toch echt aankijken, verwerken, helen. En vanuit vergeving loslaten. Als je dat hebt gedaan, dan kan er een nieuw stuk gaan komen. Want we krijgen onder de aas van staven, krijgen we de aas van munten. Dan krijgen we wel dat er dus een blokkerende energie kan zijn als er een pijnstuk actief is. Maar hier ligt de chariot, kreeftenergie. Dus het kan zomaar zijn dat jij of kreeft in je charge hebt of met de kreeft te maken kan krijgen. Maar alles staat ervoor dat er een bepaalde dualiteit in jouzelf is die af en toe moet leren omgaan van oké, wat ervaar ik nou, wat voel ik nou? En niet denk ik bam, ik denk dit, ik denk dat. Nee, wat voel je? Is het spannend om vooruit te gaan? Ja, dat lijkt me wel. Maar is dat iets om jouw hart dan gelijk te gaan blokkeren? Bang om weer pijn te krijgen of wellicht weer teleurgesteld te gaan worden? Hier staat wel dat er een beker aangeboden gaat worden. Je gaat hem zien. Nou, de hond ligt inmiddels onder het bureau te snurken. Dus als je daar last van gaat krijgen, mijn excuses. Kijk eens, twee mogelijkheden, twee partners. En dat wil niet zeggen dat dit gelijk, kijk eens hier. Als jij de strijd opgeeft met gedachtenpatronen, pijnstukken. In de zin van, ik geef dat niet de aandacht die ik nu geef, zodat het kan groeien. Nee, ik geef de positieve aandacht, zodat het kan helen. Dan kan er van alles komen. Aas van bekers, aas van staven, aas van munten. Alleen de aas van zwaarden ligt er niet. Maar het is dus wel zo dat het rad van fortuin ligt erbij. Je staat op een tweesprong. Dus het is, kies ik voor het ene, kies ik voor het andere. Weer precies wat daar eigenlijk in zit is, of in zicht is. Alleen hier is de kaart al kleurrijker. Dus het is aan jullie wat jullie ermee doen. Het is wel zo, blijf er aan werken. Voor sommigen kan het dus ook zijn dat er eventueel ondersteunende hulp voor ingezet dient te worden. Om vervolgens die vrijheid en optimalisatie weer te kunnen gaan ervaren. Want sommige elementen zijn gewoon misschien
te intens om alleen aan te pakken. En denk dan eventueel met een, ja, misschien wel een traumatische gebeurtenis of ervaring. Of intens verdriet door een overlijden van een dierbare of wat dan ook. Hè. Soms is het gewoon even nodig om iemand de hand te vragen die jou kan ondersteunen. En dan kan alles heel snel gaan, want het magnetisch veld ligt hier. Als jij op een punt bent dat jij echt in een bepaalde energie staat van positiviteit, je hart herstellen en open durven te stellen voor eventueel andere mensen. En dat hoeft echt niet alleen op het romantische vlak te zijn, hè, lieve maagd. Dat kan ook echt zeker wel op vriendschap zijn of op zakelijk vlak. Maar het kwetsbaar op durven stellen. Het naar je toe kunnen halen uit een andere energiestroom. Kan er dus ook voor zorgen dat er twee personen zijn die naar jou toe kunnen komen. Omdat ze gewoon van jou gecharmeerd zijn. En hier liggen twee mannen. Het kan ook zijn dat jij zelf een man bent en op vrouwen valt. Of vice versa. Of welke slacht voor jou dan ook passend is. In jouw tijdlijn. Hè? Daar is geen goed en fout in. Absoluut niet. Iedereen heeft zijn eigen gevoel en eigen keuzes. Maar vooral omdat in het energetisch veld is er geen genderbepaling. Dus vandaar dus dat het voelt in ieder geval als een hele krachtige, stabiele energie. De een heeft meer vuurenergie in de zin van passie voor het leven. Passie ook voor de connectie. Maar het is wel, het valt me nu pas op. We krijgen hier de aas van staven met de koning van staven. En hier krijgen we de aas van munten met de koning van munten. Dus eentje kan voelen voor zakelijk vlak, vooral als we het dan zo even het rijtje gaan kijken en niet zo. En de andere kan zijn op romantisch vlak, maar dat kan pas geactiveerd worden op het moment als jij hiermee aan de slag bent. Dan kan er op energetisch niveau pas een vooruitgang gaan komen. Maar we gaan eens even kijken waar het derde kwartaal voor jullie naartoe mag gaan. Nou, mijn harige vriendin die ligt lekker te snurken. Ik hoop echt dat jullie het niet horen. Want ze kan er nogal wat van. Het is dan nog net niet een bos om gaan zagen. Derde kwartaal voor jullie, lieve maagd, is het balanceren. Kaart 11, meestergetal, staat ook als je hem gaat verkleinen natuurlijk voor stabiliteit, dualiteit, maar de stabiliteit vanuit liefde terugvinden. Hè? Dat een bepaalde dualiteit, als die geactiveerd is, dat dit dan losgekoppeld kan worden. Hè? Dat jullie invoelen ook vanuit het licht. Hè? Dat je weet, ik ben op het juiste pad, ik word ondersteund. Ik heb gidsen om me heen, ik heb engelen om me heen. Ik heb dierbare overledenen naast me die ik te hulp kan roepen. Maar het is natuurlijk wel aan jou om dit dan zelf te doen. Want als je dit zelf niet doet, ja, ze kunnen jou heel veel inzichten geven, maar het is wel zo dat jij in het aardse bestaan zelf die voetstappen moet zetten, hè? En die vooruitgang gaan zetten. We hebben de Peacock Spirit, Let It Shine. Nou, kijk eens, prachtige kaart. Jouw hart mag weer gaan stralen. Kaart 46 maakt 10. Zorgt echt wel voor die afwikkelende situatie van dat drie van zwaarden die zojuist in het tweede kwartaal zichtbaar was. En we hebben Nurture and Compassion. We hebben Deception, Temptation. We hebben Unconditionally Genius, Certain Love. Ook weer dat hartje, hè, wat hier ook terugkomt. De diamant, you will receiving or giving a precious gift. En we hebben de Mountain Road, you are on the road to success. Dus eigenlijk dat pad naar boven. Hè? Hele mooie energie. Verleiding dus. Die onvoorwaardelijke liefde. Begint echt bij jezelf, hè? Die onvoorwaardelijke liefde. Oh, kijk. Nou, dat wordt een mooi stukje. Doordat jij pijnstukken loslaat, het aflaat sluiten van die hele situatie op periode, kom jij in een frequentie te zitten waarbij jij het manifesteren vanuit het hogere trillingsenergie neer kunt zetten. Waarbij de zon ingezet kan worden om die uitbundigheid en stabiliteit terug te krijgen. We zagen in het eerste kwartaal, als ik me niet vergis, ook de 9 van munten, maar dan nog op kop. Daar gaat een hele vernieuwing komen. Kijk eens wat een prachtige kaarten hier voor jullie.
Kijk eens, wensvervulling gaat komen. En dit kan dus te maken hebben met dat je hard aan jezelf hebt gewerkt. Hè? In de zin van, ik heb de focus op mezelf gelegd. Ik heb de rest even losgelaten qua verlangens of intenties. Maar dan ga je uiteindelijk manifesteren. Maar dan de manifesterende energie die jij eerder neer hebt gezet vanuit een lagere trillingsenergie, die zal beëindigd gaan worden. Want alles wat je toen in het energetisch veld hebt geplant als zaadjes, die zullen dus niet meer uit gaan komen. Die gaan loskomen van jouw energie. Waardoor er ruimte gaat komen om opnieuw te gaan manifesteren vanuit die hogere trillingsenergie. Hè? Vanuit dat licht, vanuit echt, vanuit je hart en niet vanuit je hoofd. Want eerder heb jij gemanifesteerd vanuit je hoofd. Dan zul je echt wel op een punt gaan komen dat jij gelukswensen weer naar je toe gaat trekken. En dat je eigenlijk weer succes zult hebben in hetgeen waar jij aan het werken bent geweest. En dat kan te maken hebben, hè, dat en velen van jullie misschien ook wel in een in een single stand staan. Want het voelt voor mij ook wel een beetje als de single kaart. En waarbij dan, als dat allemaal geactiveerd is in het derde kwartaal, in één keer bam bad, je gaat vooruit, je wordt beloond, er kan liefde op je pad komen. En dit zal geheel onverwachts zijn. Dat kan te maken hebben dat je dus met een... Het voelt voor mij een heel nieuw persoon. Dus mocht jij met iemand in verbinding hebben gestaan of nog staan of door willen gaan, kan natuurlijk ook. Stel dat je als persoon aan het kijken bent in een relatie, en dan zeg ik vooral in een gezonde relatie, dan kan dit te maken hebben met nieuwe gelijkgestemden op je pad, waarmee jij weer samen mag gaan komen, een connectie gaat ervaren in dit leven. En dat voelt voor mij dat het mensen kunnen zijn die jij dus, dat het eigenlijk al voelt van, oh, het lijkt net alsof ik jou al heel lang ken. Maar toch gaat er hier iemand nieuw komen. En dat is iemand die ook aan zichzelf heeft gewerkt. Die best wel veel kennis heeft gehad. Balans ook heeft herontdekt. Waarbij nu ook een nieuwe mogelijkheid en stabiliteit is. Deze persoon staat nog een beetje in de wachtsituatie. Stel dus dat jij in een relatie zit. Dan kan het dus op vriendschappelijk niveau zijn. Stel dat jij single bent of... misschien in een ongezonde relatie zit, die misschien ergens in het eerste of tweede kwartaal beëindigd zal zijn. Of op zijn stuk loopt, kan natuurlijk ook. Hè? Hoeft niet altijd jouw keuze te zijn. Maar dat zorgt er wel voor dat, nou, ik shuffle ze en ze komen gewoon. Dat er nu richting die zomermaanden, hè, want het derde kwartaal is natuurlijk echt wel die mooie zomerperiode. Alhoewel, als we dan afgelopen jaar kijken, dan was het pas heel laat dat het een beetje mooi weer werd. Zat de helft van de periode er al op. Maar het voelt voor mij dat jouw licht zo ver gaat stralen dat alles naar je toe mag gaan komen. En of dat het nou op romantisch vlak is, of een samenwerking, of een vriendschap. Het is nu voor jou bestemd, want de tijd is gekomen. Ik blijf ze shuffelen en de kaarten blijven er op deze manier uitkomen. En dat vind ik het mooie van de bevestigingen die ik dus vooraf al vertel, worden bevestigd met de kaarten die er weer uitvliegen. En eigenlijk voor mij ook zoiets van, kijk, zie je nou wel, je zit gewoon goed, wat je zegt klopt. En hier heb je nog eens een extra bevestiging daarvoor. Dus dat is wel altijd heel bijzonder. En vooral mensen die weten, als je met tarot werkt en intuïtief kaarten legt, dan is dat altijd een mooie toegevoegde waarde. Kijk, het is dus zo dat er voor sommigen op financieel vlak misschien ergens een nasleep nog in zit. Ik zal heel even nog... Deze wil eruit. Kijk. Het heeft met een energie te maken wat niet zuiver is. Een toxische energie. Stel dat jij uit een relatie bent gestapt of je hebt de bons gekregen, maar er zijn nog wat aspecten op financieel vlak of juridisch of iets wat er afgewikkeld dient te worden. Pas dan op dat er geen listig spel wordt gespeeld met jou, want dat zal ervoor zorgen dat je misschien verleid wordt in de verkeerde negatieve zin. Dus ik leg hem heel even hier neer, want het is een side boodschap. Kijk eens, jij gaat voelen aan wie jij wel energie mag geven en aan wie niet. Succesvol zul jij zijn en vanuit een hogere energie zul jij het oude achter je kunnen laten. Kun jij communicerende vaardigheden
activeren om vanuit het spirituele, ja, met jouw hogere zelf af te stemmen. Er zullen dus altijd mensen zijn die misschien negatief zullen kijken naar de situatie of het gevoel hebben, het gaat jou voor de wind. Maar van de andere kant, dit is een onderdeel waar jij je eigen niet te veel mee bezig hoeft te houden. Want alles wat jouw aandacht geeft, groeit. Dus dat kan ook te zijn dat die energie dan gaat groeien. Terwijl als ik hier kijk hoeveel positieve kaarten hier liggen, kan het alleen maar mooi en verder gaan in een stijgende lijn gaan groeien. Jij gaat stralen voor de buitenwereld, voor jezelf. En jij zult ook in een bepaalde modus komen, dat bepaalde zaadjes die je dus gaat manifesteren vanuit je hogere trillingsenergie ook echt wel richting het vierde kwartaal misschien al wat kunt gaan oogsten. En dat zullen wat kleinere manifestaties zijn en de grotere misschien op een later moment. Maar weet dat alles in het energetisch veld al voelbaar is. Dus ik voel wel dat het jouw kant uit begint te komen in het derde kwartaal. Of in ieder geval eind derde kwartaal. Pak heel even een slokje water. Kijk eens, we hebben bedroefd. Dat voelt voor mij meer als dat het niet fijn is dat anderen misschien jou omlaag proberen te trekken. Het voelt voor mij dat het dus nog een karmisch stukje is of een energetisch stukje met iemand waar jij eerder mee te maken hebt gehad. En dat kan zijn op contractbasis, hè, dat het via werk is. Maar dat kan ook in een relatie zijn qua woning. Of misschien heb je kinderen, dat je met een convenant bezig bent of wat dan ook. En dat je niet kunt begrijpen dat de andere partij zo handelt. Eigenlijk een beetje zonder gevoel. En dat voel ik dat dat hier naar boven komt bij jullie. En dat kan ook op jouw stembanden gaan slaan. Dat je last krijgt van je stem of dat jij het lastig vindt om het uit te spreken. De neushoorn spirit, overkom any obstacles. Dus die obstakel kun jij overzien, hè? Daar ga jij ook de kracht weer in terugnemen. Als je ook maar genoeg aandacht aan jezelf blijft geven, heb je het gevoel van oké, het wordt me even allemaal te veel. Stap dan ook even helemaal in je eigen bubbel, zonder anderen om je heen. Of als jij zelf in staat bent om, zeg maar, als je naar de sauna gaat en al is het druk, toch in je eigen bubbel te zitten, zodat je niet de energie van anderen voelt. Scherm je altijd goed af dan, want je bent juist op dat moment heel gevoelig. En vooral omdat er veel water actief is, hè, veel energie wordt ook door het water eigenlijk voortgezet. Het kan dus zijn dat je op dat moment ook gewoon echt even pas op de plaats, alles los kunt laten. Even totaal die ontspanning. Massage, gezichtmassage. Voor mijn part ga je alleen. Het kan natuurlijk ook zijn dat jij alleen het bos in gaat. Dat je daar in je bubbel gaat in het vierde kwartaal. Even genieten natuurlijk van die herfstperiode, hè, die in het vierde kwartaal actief is om toch weer even terug naar je gevoel te komen. En vooral ook te connecten met moeder aarde. Heel goed te blijven gronden. Om vervolgens verder te kunnen groeien en te gaan stralen. En hetgeen wat je, zeg maar, bij je draagt. Als plaatjes los te laten. Om los te laten wat niet voor jou dient. We hebben waves, emotion, coming and going. Dus dat is eigenlijk het stukje. Dus er zullen altijd emoties zijn die naar je toe komen en weer afzwakken. En dat heeft er vooral mee te maken met als jij in een stroom zit, net als in het derde kwartaal, waarbij jij dus in een positieve stroom zit. En er zijn altijd mensen die jou omlaag proberen te halen vanuit jaloezie of negativiteit. Dat zal je hele leven blijven. Want het is niet zo in één keer als jij dadelijk spiritueel verder ontwaakt bent en in die verlichting zit, dat je dan nergens meer mee te kampen hebt. Dat de emoties wegblijven. Dat het gewoon allemaal positief is en vrolijk en happy en noem maar op. Nee, ja, sorry. Dat is het aardse leven totaal niet. Dus daar zul je altijd mee te maken krijgen. Maar van de andere kant ervaar ik wel dat jij daar, Je blijft er stabiel onder. Je weet wat je kunt doen. We hebben broom.
New Home, New Attitude. En we hebben The Valley. Deep personal strength and peace that assures success. Dus diep in jou heb jij heel veel kracht. Heb jij heel veel mogelijkheden. Het kan dus voor sommigen zijn dat er een nieuw huis aan gaat komen. En vooral omdat er voor in het andere stukje, in het derde kwartaal, hier toch het stukje lag afwikkeling nog. Hè? Het toxische stukje dat het misschien toch om een huis nog gaat. Of spullen of wat dan ook. Dus er gaat toch nog wel het een en ander uitgezuiverd worden. En het dichtbij jezelf blijven is daar een heel belangrijk onderdeel van. Kijk. Ik neem hem even rechtop, want ze zeggen hij komt verkeerd. Oké, dus rechtop. Het is voor mij een teken dat je het oude achter je gaat laten. Dat je naar die vernieuwing gaat. Het kan dus zijn dat er echt voor sommigen een verhuizing aan zit te komen. Een verandering van werklocatie. Misschien dus echt je baan opzeggen. Misschien stap je in een camper en je gaat de wereld bekijken. Ga je lekker toeren. Zou zo allemaal maar kunnen. Hè? Dus voor iedereen is het anders. Maar het is wel iets wat jou gelukkig maakt. Iets waarbij jij echt in je kracht komt te staan. Dat jij weer het gevoel hebt van ik leef weer. Zo zagen we natuurlijk net bij die ene kaart nog dat boek. Hè? Met dat kleine stukje magie wat eruit komt. Wat voor mij voelt als sprookjesboeken. Die sprookjes die jij vroeger zeg maar in het echt zou willen ontvangen. Dat gaat gebeuren. En dat kan alleen omdat jij aan het upgraden bent in jouw energiestroom. Omdat je dicht bij jezelf blijft. En vanuit daar, kijk, hier komt de magier weer. Kun jij die nieuwe zaadjes weer planten? En kan alles vanuit liefde voor jezelf naar je toe gaan komen? Eventueel dus ook liefde op je pad. Maar dat zal voor iedereen dus anders zijn, aangezien het een collectief bericht is. Kijk eens, het toxische laat je achter en dat heeft vooral te maken met toxische relaties. Verbindingen, koorden doorbreken, inzien dat je veel meer waard bent als dat jij vooraf altijd mee genoegen nam. Soms dan hoor ik van alles en dan wil ik het bijhouden met praten, maar dan lukt het niet. En dan komt het er een beetje hakkelend en stakkelend uit. Dat kan dus. Als jij in een relatie single bent, dan kan er een nieuwe persoon op je pad komen. Een zuiver persoon, eentje die aan zichzelf heeft gewerkt, in balans is, die weet ook wat empathie is, wat inlevingsvermogen is, die voelt energetisch de ander ook aan. En dit is een persoon die jij hebt gemanifesteerd. Ben je nu aan het kijken en zit je in een relatie, dan kan dit te maken hebben dat jouw relatie een hele andere stroming mag gaan ontvangen. Waarbij jij dichter naar elkaar komt, omdat er een pijnstuk en een toxisch stukje tussen jullie in uitgezuiverd is. En dat hoeft niet tussen jullie in te zitten in de zin van dat jullie iets samen op te lossen hadden. Maar dat kan ook te maken hebben dat jij met stukken van vroeger aan de slag bent gegaan. Waardoor het nu in het huidige stukje, dat jullie dan bij elkaar verder door kunnen pakken in een hele nieuwe stroming. Kijk, we krijgen hem er toch weer uit. We hebben en de sterkaart en de magier. Met de 10 van bekers is een fantastisch vierde kwartaal voor jullie. Eentje waarbij jij veel liefde mag ontvangen, veel liefde mag gaan delen. En ook in staat bent om dan volledig in dat diepe te kunnen gaan springen. Omdat jij weet wat je wil. Je weet wat je niet meer wil. Je hebt karmische koorden doorbroken. Je hebt pijnstukken doorgeleefd. En hersteld en verwerkt. Kijk eens. We hebben en de 10 van munten en de 10 van bekers. Dus op allerlei facetten zal het voor de wind gaan voor jullie. En dit is in het energetisch veld natuurlijk voelbaar. Dat wil niet zeggen dat het direct dan ook zichtbaar is in het vierde kwartaal. Gewoon in het aardse stukje. Maar doordat jouw trillingsenergie aan het groeien is, merk je ook niets meer van die saboterende energie. Waar je lang in vast hebt gezeten. Want dat heb je losgelaten en na oprechtheid en eerlijkheid daarin ook afstand gedaan.
Weer die succeskaart. Weer de 6 van staven. Het kan zijn dat jij toch weer in de picture gaat staan. In de zin van zelfstandigen. Op social media. Je diensten aanbiedt. In de zin van workshops of cursussen. Of in ieder geval. Ik voel het voor mij ook wel een beetje meer. Op het spirituele. Hè? Bepaalde. Hoe kan ik dat zeggen? Bepaalde. Door jouw groei heb jij heel veel kennis tot je genomen. Het voelt voor mij ook dat je veel met je neus in de boeken hebt gezeten. En dat zorgt ervoor dat jij ook veel kennis hebt vergaard. En die kennis aan ervaringen, maar ook kennis door gechannelde elementen, kun jij dus gaan delen met anderen. En het voelt voor mij dat jij een warm, liefdevol persoon bent die ook heel graag anderen wil helpen en ondersteunen. En je zult steeds meer het succes gaan ervaren van dit hele proces van transformatie. Kijk eens. En de aas van munten. Dus het is echt wel een hele, hele, hele mooie boodschap die hier op tafel komt. Met veel kennis, veel wijsheden. Ook wel stukken wat je dus nog doorheen zult gaan. Als je het in ieder geval toelaat. Want het is natuurlijk aan jou of je iets mee doet of niet. Maar wat ik hier zo ervaar, zie ik wel de kracht in jouzelf zitten. Ondanks dat er toch echt nog wel wat soms wat verdriet naar de oppervlakte komt. Kun je wel met een juiste zicht erop inzien. Maar ook vooral vanuit je hart voelen van dit is even nodig. Stel dat je echt in een situatie zit, dat je in een relatie zit en jullie gaan uit elkaar of zijn al uit elkaar gegaan en daar blijf je een beetje rouwig om. Op een gegeven moment zul je op een punt komen dat jij inziet van dit alles is nodig geweest om mij op dit punt te krijgen van verlichting. Om vervolgens nog meer en hoger haalbaar iets naar me toe te gaan halen. En waarom? Omdat jij het waard bent. En doordat jij in gaat zien dat je het waard bent, ben je ook in staat om nieuwe richtingen in te gaan zetten. En of dat nou van richting is hè, dat je gaat verhuizen of dat je het geluk gaat je in ieder geval tegemoet komen. En het is alleen aan jou om het dan ook met beide handen aan te grijpen en daar ook iets mee te gaan doen. Want wat hier ligt is een fantastisch stukje. En het is wel belangrijk om je eigen energie ook op te blijven laden door self-care. Door echt aan jezelf te denken, tijd voor jezelf te nemen. Heb je zoiets van, ja, maar ik heb een druk gezinsleven. Of je bent alleenstaande ouder of wat dan ook. En het is druk, want het is en co-ouderschap en werken en dit en sportclubjes. En je bent maar in die doorgaan modus. En in de uren dat de kinderen niet bij jou zijn, werk je misschien meer of wat dan ook. Om maar alles weer op de rit te krijgen. En toch zou ik je adviseren, al is het maar een half uur of een uurtje per week, in te plannen. Je agenda te blokken. En voor mijn part ga je met een kop thee of een kop koffie op de bank zitten. Met je benen omhoog voor de Netflix. Maar echt alleen voor jou. Telefoon verder uit. Niet meer daarmee met social media bezig zijn of met anderen. Echt alleen voor jou. Echt de focus op iets wat jij gewoon even wil doen. En als je dat kunt integreren in jouw agenda. Dan zul je ook merken dat jij een leuke mens zult blijven. En dat als er iets droevigs of vervelend op je pad komt. Dat niet helemaal jou naar beneden zal trekken zoals het vroeger gebeuren zou. Maar dat je dit op een punt zou kunnen doen. Zodat je het ook weer gelijk om kunt buigen. Je ziet de les die erachter zit. Je ervaart het. Je voelt het. Je accepteert het, maar je laat het ook weer los. En dat is het stukje waar jij heel erg in aan het groeien bent. En wat ik al zei, hè, voor sommigen kan hier echt wel ware liefde op je pad komen. Divine counterpartner voelt voor mij ook wel een voor velen van jullie. Dus dan kun je denken aan een soulmate of een twin flame. Maar voor sommigen kan het ook zijn dat het gewoon een hele intense verbinding is. Waarbij jij gewoon je leven verder met deze persoon zult gaan delen.
Zoals ik al zei, hè, het zijn collectieve readingen. Dus mocht deze video niet met jou resoneren, of dat je zoiets hebt van ja, dit is niet mijn tijdlijn, dan adviseer ik je op een later moment nog even terug te kijken. Want wellicht als jij nu het zicht er nog niet op hebt, krijg je daarna wel meer inzicht of dat het eerder bij je past, ja of nee. Anders kun je altijd dus even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop kijken. En ja, ik wens jullie sowieso voor nu al een fantastisch 2024 toe. Met veel wijsheden en kennis, veel groei en spiritualiteit. En ik zie jullie heel graag bij een volgende video. Doei doei!